kijkers van harte goedenavond. Welkom erbij, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, 50 jaar CARICOM, groots gevierd met concert. Suriname kan geïsoleerd geen doelen realiseren. President Santokki heeft onderhoud met Amerikaanse presidentiële adviseur. CARICOM-leiders demonstreren eenheid middels tree planting en flag raising. En Tapto Group en Delta Capita benadrukken een belang cliëntenonderzoek. Het 50-jarig bestaan van de CARICOM is op dinsdag 4 juli groots gevierd. Op Trinidad en Tobago, waar gelijktijdig de 45ste CARICOM staatshoofdenvergadering plaatsvindt, hebben verschillende Caribische landen een bijdrage geleverd tijdens het Golden Rhythms CARICOM at 50 Concert. Dit evenement vond plaats in de National Academy for Performing Arts in Port of Spain. Wij brengen u een fragment van de viering. Waiting for me. I want to hear you.
But between the day you're born and when you die young, there never seems to end you when you cry. Hey, but as soon as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? Suriname kan geïsoleerd geen doelen realiseren. Er moet volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking samengewerkt worden met andere landen. Derhalve zal er sprake van goede nabuurschap moeten zijn. Suriname streeft volgens de bewindsman naar een pragmatische en gebalanceerde buitenlandse politiek. De bewindsman zegt het voorgaande ook in het kader van Surinames CARICOM-lidmaatschap. Voor Suriname, op dit moment, in deze fase, moeten we onderdeel zijn van een groter geheel. En dat groter geheel kan de wereld zijn. En daarom heb je een buitenlands beleid, heb je een ministerie van Buitenlandse Zaken. Want alleen op zichzelf, wij alleen, geïsoleerd, gaan we de doelen niet realiseren die we moeten realiseren voor de gemeenschap, voor de samenleving. De economische ontwikkeling, je moet exporteren. Dus zodra je exporteert, heb je een relatie met een ander land. Nou, dat is vaak aan regels onderheven. Derhalve, je moet met elkaar praten. Met de buurlanden moet je een goede verhouding hebben. Een conflict met een buurland is altijd een probleem, omdat je aandacht dan is afgeleid op het probleem zelf. Maar we moeten zoeken naar mogelijkheden waar we samen kunnen optrekken. Suriname is inderdaad actief op het internationale veld bezig. En waarom? Omdat we hebben een inhaalslag gepleegd in termen van onze internationale relaties. We hebben de betrekkingen niet verbroken met geen enkel land. We hebben de internationale betrekkingen met een aantal landen juist hersteld. Het heeft toegevoegd aan de waarde van ons buitenlands profiel. Het was met Nederland, met Frankrijk. Met België hebben we geïntensiveerd. We zijn nu bezig met andere landen in Europa. Uiteindelijk bedoeld om voordelen naar Suriname te halen. We hebben onze betrekkingen, relaties met Brazilië, Frans-Guyana en met Guyana verstevigd. Meer gestructureerd. Er is sprake van een strategische relaties. En we hebben onze relaties met Noord-Amerika, dus met name met de Verenigde Staten van Amerika, hersteld. Tegelijkertijd zijn de relaties in Afrika weer opgepakt, ook in het Midden-Oosten. En ook de traditionele relaties met Indonesië, India en China. Waar wij naartoe gaan, is wat nu eigenlijk iedereen graag ziet gebeuren, is dat we geen partij kiezen tussen Amerika of China of Rusland enzovoorts. Daarvoor zijn we in de eerste plaats te klein, maar het heeft ook geen enkele zin. We hebben een pragmatische buitenlandse politiek. Wij willen een gebalanceerde buitenlandse politiek hebben, waarbij we vrienden zijn met iedereen. En uiteraard, het Surinaams belang telt. Dus als dat in die relatie goed tot uitdrukking kan komen, het voordeel heeft voor ons, dan gaan we op dat terrein met zo'n land verder. Maar het betekent dat we een conflict moeten hebben met andere landen, omdat we richting een ander land gaan. Gebalanceerd en duidelijk op de belangen van Suriname gericht. Ik denk dat het werkt nu. Want nu zie je inderdaad na 2,5 jaar, zien we heel duidelijk dat de wereld ons leert kennen. Hoe meer je tot uitdrukking brengt, je visie, je inzichten op internationale podia, des te meer gaat men kijken van en luisteren naar wat wij te zeggen hebben. En daarom zijn we ook aanwezig op verschillende ontmoetingen. Op allerlei niveau. Op technisch niveau, op ministerieel niveau, op de lijnministeries, ook het staatshoofd, is enorm belangrijk dat we aanwezig zijn. Belangrijk ook omdat we investeringen moeten aantrekken. En er was veel vertrouwen verloren in Suriname. Nou, dat vertrouwen moet hersteld worden. Dus we hebben goede contacten met het bedrijfsleven internationaal, met het bankwezen, met de financiële instellingen.
En langzamerhand zie je ook die interesse toenemen. Er is nog veel te doen. Hervorming van de economie, met alle pijn en moeite waarmee het gepaard gaat, is noodzakelijk. Anders komen er geen investeerders. Langzamerhand komen we op dat traject. De schuldherzieningen zijn bijna afgerond. We hebben de macro-economische parameters in onze samenleving, in de economie, zijn op goede weg naar herstel. Wanneer we dat hebben, gaan we een enorme interesse zien voor Suriname. Zeker wanneer die FID, het finale besluit met betrekking tot investeringen door Total Energies, zal worden genomen voor olie-exploitatie in blok 58. Al die dingen bij elkaar betekenen dat we heel actief moeten zijn. Het is heel vermoeiend, het vraagt veel energie, maar vraagt ook veel denkwerk. Want je kan niet iets gaan presenteren en het is niet zeggend. We moeten duidelijke, inhoudelijke boodschap uitdragen. En voor ons is belangrijk dat we 1. In de gaten houden het Surinaams belang. 2. Dat we productie en productiviteit moeten verhogen. En dat we een aantrekkelijk klimaat voor investeringen moeten presenteren voor de nationale ondernemers en de internationale ondernemers. Als we dat kunnen doen, dan zie ik Suriname een mooi, welvarend land worden. En dan hebben we het fundament gelegd voor de volgende generatie om daarop verder voor te bouwen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op dinsdag 4 juli 2023 een ontmoeting gehad met Christopher Dodd, de speciale presidentiële adviseur van de Verenigde Staten van Amerika. Dodd is de senator in de Amerikaanse Senaat en is door president Joe Biden aangesteld om projecten in de Amerika's aan te sturen. President Santokhi bracht in de eerste plaats de felicitaties uit in het kader van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Op 4 juli. Bij deze ontmoeting was ook minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aanwezig. Tijdens het onderhoud kwamen de bilaterale relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika, maar ook de regionale onderwerpen aan de orde. President Santokhi gaf aan dat Suriname vrede en dialoog overal in de wereld en de mechanismen die dat mogelijk maken ondersteunt. De situatie in Haiti kwam eveneens ter sprake. President Santokhi stelde hierbij voor om het internationaal gerechtshof te laten optreden vanwege het instorten van de justitie en veiligheid in Haiti. De regeringsfunctionarissen zijn het erover eens dat zowel de bilaterale relatie als de regionale samenwerking verder verdiept zal worden bij de eerstvolgende OAS-top. Suriname zal als gastheer optreden voor deze bijeenkomst. Staatshoofden en regeringsleiders van de CARICOM, waaronder president Santokhi, hebben op dinsdag 4 juli bomen geplant in het kader van het 50-jarig bestaan van de regionale organisatie. In het Convention Center in Chaguaramas heeft er ook een flag-raising ceremonie plaatsgevonden, waarbij de CARICOM-vlag als ook de vlaggen van de verschillende CARICOM-landen zijn gehezen. Beide activiteiten hebben plaatsgevonden gedurende de 45ste CARICOM staatshoofdenmeeting in Chaguaramas op Trinidad en Tobago. De vergadering markeert tevens het 50-jarig bestaan van de regionale landenorganisatie, waarvan het oprichtingsverdrag in 1973 op dezelfde locatie werd getekend. Op vrijdag 30 juni hebben alle lidlanden individueel in eigen huis reeds de CARICOM-vlag gehezen als aanloop naar de viering van het 50-jarig jubileum. De CARICOM-leiders hebben vorig jaar tijdens de 43ste meeting in Suriname onder het voorzitterschap van president Santokhi ook middels een tree planting ceremony de eenheid gedemonstreerd. De regeringsleiders wisselen deze week op Trinidad en Tobago van gedachten over zowel regionale als internationale vraagstukken zoals klimaatverandering, de kwestie Haiti, schuldenkwesties en regionale veiligheid.
Momenteel ondergaan de publieke en de private sector een grote transitie om te voorkomen dat Suriname geblacklist wordt door de Caribbean Financial Action Task Force. Het herkennen van type klanten en monitoren van een klantenbestand spelen een belangrijke rol bij de effectieve preventie en bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, illegale wapenhandel en corruptie. De Tapto Group en Delta Capita hebben op 4 juli 2023 middels de Know Your Customer Solutions het belang van cliëntenonderzoek aan belanghebbenden gepresenteerd. Een heel ander type event die wij organiseren. U bent bekend met ons Nationaal Compliance Congressen, onze Compliance Business Forum. Maar wat we vandaag hebben is dat we onze samenwerken met Delta Capita. Dat is een internationaal bedrijf die in diverse landen zit en echt op internationaal gebied de diverse grote banken en andere meldingsplichtige dienstverleners ondersteunt met hun activiteiten. We zijn blij dat we een samenwerking met hun zijn aangegaan. Want we geloven echt, we zijn eigenlijk, even kijken, vanaf 2019 zijn we aan de slag. Echt SEC met compliance diensten in Suriname. En we geloven dat de transitie waarin Suriname zich nu bevindt, ook het IMF, de eisen die gesteld worden, ook straks de beoordeling weer van de Caribbean Financial Action Task Force, dat we verder moeten. We moeten naar de next level. Vandaar dat we naar een partnership zijn gaan zoeken en die hebben we gevonden in Delta Capita. Dus wat we vanavond willen doen, we willen onze samenwerking bestempelen en echt aan Suriname brede diverse bedrijven willen we aangeven van wat voor diensten we hebben om op het gebied van compliance hun te ondersteunen. Wij zijn een samenwerking met Tapto Group aangegaan omdat wij heel erg veel synergie zien in deze samenwerking. Tapto natuurlijk ook vanuit een consultancy ervaring en de ervaring ook binnen Suriname en de uitdagingen waarvoor Suriname ook staat om verdere stappen te zetten in de witwasbestrijding. En wat wij aan kunnen bijdragen is de kennis en expertise die we in huis hebben vanuit onze academy. Maar tegelijkertijd ook onze grote managed service en managed team oplossingen die we kunnen bieden aan de klanten wereldwijd. Dat doen we op dit moment al en dat houdt in dat we met grote teams heel effectief en op een efficiënte manier onderzoek doen bij instellingen om deze problematiek ook boven water te krijgen en ook op transparant te krijgen. En daarnaast hebben we onze technologie om dit verder te automatiseren en verder, efficiëntie in toe te brengen. En bij elkaar zorgt dat ervoor dat we op een hele effectieve en efficiënte manier de problemen ook bij de kop kunnen pakken. Binnen KYC voeren we een cliëntonderzoek uit en wat we vanavond hier doen samen met Tapto in praktische zin is het lanceren van twee producten. Aan de ene kant een product wat echt ziet op technologie, techniek die gaat helpen om het cliëntenonderzoek sneller, efficiënter, effectiever uit te voeren. En aan de andere kant hebben we een productpropositie die echt ziet op een stukje kennis, een stukje opleiding vanuit onze Delta Capita Academy. Want ja, technologie is goed, technologie is mooi, dat helpt in het verbeteren van de uitvoering van KYC. Maar het is uiteindelijk de mens van vlees en bloed die aan de knoppen zit. Uiteindelijk is het de optimale samenwerking tussen mens en machine. Dus dat zijn de twee pijlers die hier onder deze productenpropositie staan. Aan de ene kant de machine die gaat helpen. Aan de andere kant de mens, de goed opgeleide KYC-specialist. Die weet hoe die naar een dossier moet kijken. Die weet hoe die een risico-assessment moet uitvoeren. En die uiteindelijk degene is die zorgt dat het dossier op de juiste manier wordt opgeslagen, wordt uitgevoerd. Het is van belang om te weten of te verbeteren de systemen van het financieel verkeer. Om te weten met wie heb ik te doen en is dat, zijn de middelen die men aanwendt, zijn dat wel nette middelen, zijn dat wel eerlijk verdiende middelen. Het is belangrijk om te weten wie zit er achter dat geld. Dus know your customer. En voor vandaag hadden we tenminste een mooie samenwerking tussen Tapto, die in Suriname al jaren aan de weg timmert op het gebied van verbeteren van de regelgeving en procedures bij organisaties en bij de overheid om money laundering en frommelgeld, drugsgeld en zo in het systeem te voorkomen. Vandaag hebben ze een samenwerking met een Nederlandse organisatie
geformaliseerd en gepresenteerd. Waarbij we van de technologie die men in Europa, die in de wereld al gebruikt wordt, gebruik kunnen maken. En naar een hoger plan onze controlemechanismen kunnen tillen. Het is een beetje een grote stap, ja, maar het is wel the way to go. En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.